Goed, ga staan. Welkom jullie beiden. Ik lees de stelling even voor. Iedere boer zorgt voor 10 banen. Inkrimping van de agrarische sector leidt tot doodse dorpen. Dirk Boswijk. 1 minuut. Ja, ik hoorde u net zeggen van, joh, ze zijn eindelijk uit een Haagse stop naar hier gekomen. Ik kan u vertellen, ik woon zelf in zo'n dorp en ik kom daar eigenlijk de hele dag. En zondag zit ik in de kerk en door de week breng ik mijn kinderen naar school. En eigenlijk probeer ik zoveel mogelijk in de Kokkengen te zijn, maar dat lukt niet altijd. Gelukkig zie ik hier ook nog een aantal Kokkenezen zitten. En ik weet als geen ander dat inderdaad de agrarische sector een drager is van die leverheid van het platteland. En dat het enorm nodig is. En tegelijkertijd weet ik ook dat de opgave ook heel erg groot is. Want als we het bij de status quo houden, dat dan de werkgelegenheid überhaupt in de agrarische sector achteruit loopt. En daarom ziet het CDA de rol van de boeren niet kleiner, maar juist groter worden in het beheer van ons landschap. En ik noemde het net al, ik heb meerdere voorstellen gedaan om juist die rol van die boeren in onze samenleving groter te maken. In het beheer van ons landschap, in het leveren van een schone bodem en schoon water. En dat vinden wij als burger allemaal belangrijk. Met eerlijkheid gebied te zeggen, als diezelfde burger de supermarkt binnenloopt, dan verandert hij in een consument en dan pakt hij toch het goedkoopste pakje boter en pakje melk. En daarom moeten we ook de ketenpartijen aanspreken op hun verantwoording. En desnoods met wetgeving, daar heb ik ook al voorstellen voor gedaan. Oké, dankjewel Dirk Boswijk van het CDA. Caroline van der Plas. Dankjewel. Nou, het gaat niet alleen om werkgelegenheid, het gaat om veel meer dan werkgelegenheid. Het gaat ook over sociale bindingen op het platteland. Kijk naar de carnavalswagens die in de schuren worden gebouwd. Kijk naar de jongeren die met de paasbarkens het hout uit het bos halen. Het gaat over toerisme en recreatie. Hoeveel boeren hebben wel niet een bed and breakfast erbij? Agrarische kinderopvang is er. Een zorgboerderij hebben ze. Ook al die mensen staan ook allemaal onder druk. Het is de economie. Het hele platteland, dat bloedt gewoon leeg. En de boer is het kloppende hart van het platteland. Die zorgt voor de sociale binding. Het landschapsbeheer. Ze moeten het gaan doen. Dat doen ze al eeuwen. Ons landschap in Nederland ziet eruit dankzij onze boeren. En nu wordt er gedaan van, ja, dat moeten ze dan landschapsbeheer gaan doen. En dat moeten ze dan voor betaald krijgen. Ja, daar ben ik zeker mee eens. Maar als wij geen boeren meer hebben, en dat gaat in cruciale gebieden gebeuren, dan gaat het platteland er heel anders uitzien. En binnen 20, 30 jaar gaan onze kleinkinderen ons vragen, wat hebben jullie eigenlijk allemaal gedaan? Waarom is die boer daar verdwenen? En dat wordt veel te weinig gezien, er wordt veel te weinig gehoord. Dus wat goed is, koester je en jaag je niet weg. Als we het hebben over die sociale binding op het platteland, is die agrarische sector daar de pijler van? In heel veel gebieden is dat zeker waar. En eigenlijk het hele pleidooi wat Caroline houdt, daar ben ik het eigenlijk hardgrondig mee eens. Het zou mooi zijn als we ook samenwerken om dat perspectief te bieden. Want de eerlijkheid gebied wel te zeggen, stel dat we zeggen van ja, we laten het zelfs de afgelopen 20 jaar. En stel we denken heel stiksel weg en we denken joh, er is niks aan de hand. Dus zelfs dan is er een enorm probleem. Hè? Want in 2000 hadden we, als ik naar de veehouderij kijk, hadden we 60.000 veehouders. In 2010 waren het er 33.000. En nu zijn het er ongeveer 17.000. Als wij niks doen, dan halveert die sector vanzelf. En dan heb ik het over het aantal boeren, niet over het aantal vee. Dus we moeten kijken hoe we die sector fundamenteel kunnen verbeteren, in een bredere rol geven. En inderdaad, het agrarisch landschap is gevormd door, hey, ik zie een collega uit de Provinciale Staten, meneer Van Leeuwen. Maar even die bredere rol, hè? Die agrarisch, ja, daar maak ik gelijk gebruik van. Die agrarische sector een bredere rol geven op het platteland, ook in het kader van werkgelegenheid. Is dat een punt waarvan u zegt, wat moeten we doen? Nou ja, een bredere rol geven. De boer heeft al een hele brede rol. Het punt is alleen dat het allemaal voor lief wordt genomen. Mensen vinden het heel normaal dat het landschap zo eruit ziet. Mensen vinden het heel normaal dat er productiegrond uit de productie wordt gehaald om akkerranden te plaatsen. Mensen vinden, alles nog wordt gezegd, ja, ze moeten boeren paardjes doen. Dat is ook productiegrond, wie gaat het betalen? En boeren doen het al. En dat is ook de grootste frustratie van boeren de hele tijd. Ook door, zeg maar, wat er door partijen in de Kamer wordt gezegd. De boer moet dit en de boer moet dat en de boer moet zus en de boer moet zo. Die boeren die doen dat al. En dat is, kijk, dat heb ik al vaker gezegd. Een boer is niet tegen regels. Een boer is niet tegen verdere verduurzaming. Want laten we zeggen dat we niet meer praten over ze moeten duurzaam werken. Nee, ze moeten nog duurzamer werken. En er zijn alle boeren in Nederland, die willen dat. Maar het eerste wat de boer wil, is waardering en erkenning. En ze hoeven niet op een schild gehezen te worden. Maar het minste wat je mag vragen, is dat mensen een keer gaan waarderen wat boeren
doen en niet de hele tijd polariseren dat ze nu nog niks doen, dat ze de natuur vernietigen, dat ze milieuvervuilers zijn, dat ze gifspuiters zijn, dat ze dierenbeulen zijn. Ja, Derek, als we daar beginnen mee te stoppen, dan zullen er nog heel veel boeren zijn, jonge boeren ook, die denken van, weet je, ik wil door. Want een heleboel boeren hebben er gewoon helemaal tabak van. Nee, maar, Derek Boswijk. Dat herken ik. Dat herken ik volkomen. Ik ben het helemaal eens met Caroline. Ik denk dat Caroline mij ook niet kan betrappen dat ik ooit dat allemaal heb gezegd. Sterker nog, ik knok daar ook tegen. Want die polarisatie, van beide kanten overigens, die helpt de agrarische sector niet. En wij moeten in Den Haag meer de verbinding zoeken en die agrarische sector helpen. En er ligt een fonds van 25 miljard. Dat wordt elke keer geframed. Ze gaan van 25 miljard dat hele platteland leegvegen. Nou, als het aan het CDA ligt, gaat dat niet gebeuren. Want er zit namelijk ook 2,1 miljard in voor het initiatief wat ik heb genomen om dat langjarig agrarische tuweer een keer goed te belonen. Ja. Niet alleen met een kop koffie en een stukje ontbijt. We zitten hier op de rand van Utrecht en Gelderland en gemeentes en deze twee provincies die zijn eigenlijk bang dat als we straks die beëindigingsregelingen krijgen, die opkoopregeling, dat er te veel gebruik van wordt gemaakt. Eerder te veel dan te weinig. Ja. Derek Boswijk. Ja, dat klopt. Dat is een hele terechte angst. Ik heb het inderdaad, Peter Drent heb ik vaak gesproken hierover. En dat komt voort uit een aantal oorzaken. Dat is enerzijds zwabberend overheidsbeleid en hele ingewikkelde bedrijfsvoering. En dat komt ook voort uit de polarisatie, uit de samenleving, wat Caroline net aanhaalde. En ook het verdienmodel wat gewoon onder druk staat. En aan die drie knoppen moeten wij gaan werken. En dat vraagt voor ons als politiek dat we veel meer ook kijken van hoe kunnen wij samen tot deals komen in plaats dat we continu de verschillen uitvergroten. Dat we ook onder ogen zien dat in sommige gevallen het economisch model ook niet meer werkt. Of dat inderdaad in sommige gebieden de natuur wel degelijk onder druk staat. Ja. Als we dat met elkaar erkennen en we zetten elkaar de schouders eronder en wij geven het landbouwakkoord waar het CDA voor heeft gepleit, geven wij een serieuze kans en ook geld, dan gaat het gebeuren. Wilt u na 15 maart met het CDA in de colleges gaan zitten om, wat Boswijk zegt, samen de schouders eronder te zetten? Nou, dan zou ik eerst van de heer Boswijk willen weten. Ga gewoon eens met de billen bloot. Ga gewoon eens kleur bekennen. Want het CDA is nog steeds voor onteigening. Die zegt nog steeds, ja, nee, maar het moet dan, hè, als alles nemen en dan, maar ja, uiteindelijk zal het misschien niet kunnen. Het CDA laveert een beetje om die 2030 en 2035 heen. Ik weet zeker dat het gewoon zwaar op de maag ligt bij het CDA. Maar durf hier nou gewoon eens te zeggen. Nou, is het 2030? Nou ja, zullen we meneer is het 2035? Gaan we onteigenen? Ja of nee? En niet van ja, nee, maar dan helemaal okay. Ja of nee. Ik ben heel blij met de vraag. Ik ben heel blij met de vraag, want hij ligt doe het inderdaad nu. Hij ligt inderdaad zwaar op de maag, omdat elke keer wordt alleen maar gefocust op die 2030, 2035 en onteigenen. En daarom lopen er heel veel mensen van tafel die heel graag aan de gang willen. Maar het is, Ik ga rustig verder. Ik zie het als volgt. Als ik naar mijn gebied kijk en ik kijk naar het gebiedsproces, dan ga je met bijvoorbeeld 50 boeren om tafel zitten. Dan ga je kijken welke boer wilde door en welke wilde stoppen. We horen net al, dan gaan er heel veel stoppen. Dat is waardeloos en tegelijkertijd biedt dat ook een kans voor degene die door willen. Dan ga je kijken, wat kunnen we met managementmaatregelen doen? Wat kunnen we met innovatie doen? Kunnen we boeren helpen met extensiveren? Daar moet gemeenschapsgeld bij. En zo gaan we met het hele gebied de legpuzzel leggen. Maar en als je dan, de vraag is komt dan eigenlijk nee, daar achteraan. Komt ja. Daar komt hij. En als je dan na een jaar tot de conclusie komt van jongens, dit is het plan. Je hebt met 50 boeren en dit is het plan. En 48, ja, ik snap dat het ongeduldig is, maar ik ben nou eenmaal van de nuance, want door dat platgeslagen gedoe krijgen we die polarisatie. Maar stel nou, naar het einde van het gebiedsproces hebben 48 boeren zeggen, dit is een goed plan. En 2 boeren zeggen, ja, het is allemaal leuk, maar wij willen helemaal niks. Dan is voor het CDA, in het geval van in het belang van die 48 boeren, het onteigenen van die 2 niet, geen taboe. En het is al 180 jaar geen taboe. Eén keer. En ik ga dat nu ook geen taboe maken. En het klinkt heel stoer, maar in de praktijk werkt het alleen maar averechts. En over die 2030 en 2035, ik word helemaal gek van dat geoude hoer. Geef nou eerst die provincies, die instrumenten, borg die managementmaatregelen, borg die innovaties. Is dit al, ja? Nee, ik maak hem wel af. En kom met die alternatief van die KDW. Dat zijn allemaal voorstellen die het CDA heeft gedaan. Mijn eerste motie ging over de alternatief van die KDW. Daar wordt nu eindelijk aan gewerkt. Ik heb deel het ongeduld wat heel veel boeren in de zaal heeft, wat mevrouw van der Plas heeft, dat deel ik allemaal. Okay. Maar ik vind dat de continu die focus op die 2030, 2035, laten we gaan beginnen.
En Remkes heeft gezegd, 2030 is niet heilig. Zoals ook Wopke Hoekstra heeft gezegd. En hij heeft gezegd, twee eikmomenten. Laten we dan pas gaan kijken. En het is nu in het belang van die boeren dat we zo snel mogelijk gaan beginnen. En die stikstof gaan reduceren. Caroline van der Plas, is dit antwoord voldoende om te zeggen van wij willen straks na 15 maart met het CDA in het college zitten? Nee, totaal niet. Totaal niet. CDA en VVD en ChristenUnie, denk ik ook, zijn gewoon bang voor nieuwe verkiezingen. Als één van die drie zich hier voor of tegen uitspreekt, dan klapt het kabinet. Nee, sorry, Derk, heer Boswijk. Ja, u heeft net een heel lang betoog gehouden en nu ga ik mijn punt maken. Doe het gauw. Ja, moet ik ineens gauw? Nee, dat is een machtige tijd. Ja, dat gaan we niet doen. Dat is de bottleneck. Ik weet zeker dat dat de bottleneck is. Want ik weet zeker dat en de ChristenUnie en het CDA en het VVD gigantische spijt hebben van dat regeerakkoord 2030 erin zetten. Want dat is wat gewoon heel veel onrust geeft. En wat ook heel veel onrust geeft, is dat onteigening op tafel ligt. En of het er nou twee zijn of dat het er duizend zijn. Als je onteigening gewoon eruit haalt, van dat gaan we niet doen, dan ontstaat er zoveel meer rust in de sector. En dan kun je misschien ook nog eens een keer komen tot een landbouwakkoord. Want de heer Boswijk had het over een landbouwakkoord. Denk, welk landbouwakkoord? We wachten al, ik weet niet hoe lang, op een landbouwakkoord. Die twee dingen. Gewoon zeggen, luister eens, dat gaan we gewoon niet doen. En laat het kabinet dan maar vallen. Kunt u zich voorstellen dat genoeg dat rust geeft ook medewerking? Laatste zin wil ik zeggen. Het kabinet, er zijn zoveel dingen aan de hand in Nederland. Het kabinet gaat toch wel vallen. En dan kun je beter zeggen tegen deze boeren dan aan wij doen. Derk Boswijk. Ben ik bang dat het kabinet valt? Ja, dat ben ik. Dat ben ik. En zal ik u ook iets vertellen? Ik ben echt niet bang voor mijn eigen baantje. Ik heb het afgelopen jaar meerdere keren gedacht, laten we er maar mee stoppen. Maar waarom doen we dat niet? En ik heb ze hier in de zaal ook al gezien. En u komt ze ook elke dag tegen. Dat is de pasmelders. Als er iemand niet gebaat is bij een val van het kabinet, is het de pasmelders. Want die hebben namelijk niet de tijd. Want u weet, en de heer Van Kamp en ik zijn daar geweest, en u bent er geweest, wij hebben aan die tafel gezeten met die mensen die meer dan een ton dwangsom hebben. Als zij iets niet hebben, is het tijd. Dus wij moeten als de Wiedeweerga, als volwassen mensen, dit gaan regelen. En daar hebben wij ook oppositiepartijen nodig. En het is goed dat u ons scherp houdt. Maar een val van het kabinet, dat is in uw belang, maar niet in het belang van de sector. En, nee hoor. Nee, ik maak hem af. En dan kan u misschien denken. Dan kan u misschien denken, nee, maak hem even af. Dan kan u misschien denken, joh, dan hebben we nieuwe verkiezingen, BBB wint. En dat doet u heel erg knap, gefeliciteerd. Maar per saldo zal het aantal stemmen, wat, als ik hem even plat sla, want ik vind de natuur ook belangrijk. Maar stel, ik zou zeggen, we zijn een pro-boerpartij, dan kom ik op 57 zetels uit. Want ik zie hier ook een aantal partijen zitten, PVV mag zo meteen aan het woord. Die helpt vaak moties aan een meerderheid van de Partij van de Dieren. Oké, goed. Nou, dit is een hele interessante discussie. Eén laatste zin zeggen, de heer Boswijk. Eén laatste zin. Ja, de heer Boswijk heeft ontzettend veel ruimte genomen om zijn punten toe te lichten. Maar ik heb nog maar één zin. Heel veel woorden. Maar het gaat om daden. En daar moet u aan werken. Aan daden. Oké, dankjewel. Wacht even. We kijken even naar de gouden kaarten. Ik geef nu jou één keer een gouden kaart en ook 30 seconden. Ja, misschien pak ik er wat meer, Aad. Wij moeten het toch betalen, hè? Doet hij het wel, ja. Derk. Ja. 3000 piekbelasters. Een regeling. Vrijwillig meedoen. Of innoveren, verplaatsen, omschakelen. Van de week nog over gesproken met Van der Wal. Ja. Het is zeer de vraag of dat gelijkwaardig gaat zijn. Het is zeer de vraag of die ruimte voor de pasmelders beschikbaar gaat komen. Dat weet jij ook. Ja. Gaat het CDA mee met onteigenen als eind van het jaar blijkt dat die piekbelastingsregeling onvoldoende oplevert? Ja of nee? Oké, Derk Boswijk. Ga jij even weer zitten, Bart? Oké. Ja, Derk. Ja, het is een hele heldere vraag, denk ik. Ja. Nou, sterker nog, we hebben van de week een motie. De heer Van Kamp, de heer Grimwis en de heer Bisschop hebben een motie ingediend. Die zei,
Het dwingend instrumentarium mag pas, die deadline mag pas gaan lopen voordat er volwaardige managementmaatregelen, innovaties geborgd zijn, langjarig agrarisch natuurbeheer. Dus al die regelingen, Bart, al die regelingen moeten op tafel liggen voordat überhaupt fatale termijnen gaan lopen. Maar daar komt de grap. Die motie haalde het net. En dan mogen ze meteen PVV in jaar 21 uitleggen waarom ze daar tegen hebben gestemd. Maar hij haalde het net, dus zo zitten wij erin. Oké, dankjewel, Derek Boswijk. Ik heb hier één.